Vrienden, welkom weer bij Harry 7. Ja, wat een weekend hebben we weer gehad met voetbal. Ja, genoeg om over te praten. Eerste vraag komt van Bernard van Kampen en Dick Elsendoren. Ja, jullie hebben het over PSV natuurlijk. Ja, over die strafschop in de laatste minuut met scheidsrechter Nijhuis. Wel of geen penalty? En is dat nou de manier voor de VAR om op te treden? Ja, ten eerste, laten we eerst even kijken naar die penalty. Of het een penalty was, ja of nee. Het was natuurlijk en is geen penalty. Laten we duidelijk zijn, natuurlijk niet. Het was gewoon een botsing. Dat is wat het was. En er was helemaal niks met handen geduw, helemaal niet. En het was, dus die Nijhuis had dat gewoon verkeerd gezien. Alleen had ik dan liever gehad dat dan een trainer of een coach even zegt tegen de vierde official: hey, kijk nog eens even goed naar dit fragment. Is dit een penalty, ja of nee? En had ik liever niet de VAR zelf gehad die bij die Nijhuis gaat lopen bellen van: hey, hallo, ga nog eens even kijken, want misschien heb je wel ongelijk. Daar zit een beetje het verschil in van mening over hoe de VAR zou moeten functioneren. Maar dat het uiteindelijk toch is goed gekomen in dit geval, dus soms gaat het fout, maar in dit geval was het goed. Geen penalty. Koen Siemerink, Marcel Boer en Matthijs Mol, die hebben het natuurlijk over, ja, dat kan bijna niet anders, AZ ook. Ja, want wat is er met dat AZ aan de hand? Nou, ik ken wel mensen van AZ en die weten het zelf ook niet. Nee. Want die denken ook bij hunzelf: waarom zitten we nou elke keer in een film van de dikke en de dunne? Daar zit AZ elke keer in. In een film van Stan Laurel en Oliver Hardy. Want die hebben heel veel geld verdiend vroeger met gekluns en geklungel. En AZ is hier nu al een tijdje mee bezig. Dat begon bij Fortuna, 3-1 voor. Toen kwamen ze bij Sparta voor, 4-0 voor. En alles. En elke keer werd het gelijk. En nu kwamen ze voor bij ADO. En hup, dan gaan we weer. En weer gelijk. En het zijn allemaal rare momenten. Persoonlijke fouten. Geen focus tot het einde. Dat is het probleem. En uiteindelijk zullen ze daar overheen komen. Als je AZ-supporter bent, maak je geen zorgen. Uiteindelijk komen ze eroverheen. En dan zal je zien, dan gaat AZ gewoon winnen. En gaan ze stoppen met de dikke en de dunne. Ja, Willem Scheffer, die zegt tegen mij: Harry, wat moeten we met Feyenoord aan? Nou ja, jullie weten, ik heb Feyenoord hart. Ja. Dus voor mij is het ook, het is echt afzien de laatste tijd met dat Feyenoord. Ja. Wat voor lol kunnen we daarna nog aan beleven? Zien we daar leuk voetbal? Nee. Zien we mooi voetbal? Ook niet. Zien we goede uitslagen? Ook niet. Dus als je Feyenoord supporter bent, ja, dat is wat ze ook vaak zeggen in Rotterdam. Feyenoord supporter ben je ook niet voor je lol. Nee, dat is ook niet zo. En zeker nu niet. Want wat blijkt dan, die Diemers en die Linzer, waar vaak van gezegd is: ja, voegen die nu iets toe aan Feyenoord? Nee dus. En dat blijkt nu ook. Dat zijn spelers die Feyenoord niet naar het volgende niveau tillen. Nee. En dan heb je bijvoorbeeld Berghuis. Waarvan toen iedereen zei: ja, maar die moet in het Nederlands elftal, Berghuis. Die moet er absoluut in. En wat zien we nu van Berghuis? Nou, toch alweer weer helemaal niks gewoon. Is hij dan die leider? Pakt hij dan het voortouw? Trekt hij dan de kar? Is hij de man die Feyenoord de weg wijst? Die eventjes het verschil maakt? Allemaal niet. En Berghuis, die loopt daar maar een beetje rond. En dit en, ja, luister eens goed. Als je bij het Nederlands elftal speelt, ja, dan speelt hij met betere spelers om zich heen. Ja, dan gaat hij ook beter voetballen. Maar die heeft hij bij Feyenoord niet. Maar hij zelf tilt zichzelf dan is hij ook maar gewoon een gemiddelde goede voetballer. Punt. En daar blijft het dan bij.
En dat is het probleem nu met Feyenoord. Het is allemaal een beetje loszand. Het zit geen echt systeem in. Ze weten ook niet of ze nou... Wat willen we nou? Willen we nou een beetje achteruit voetballen? Of willen we druk zetten? Of wat willen we nou met Feyenoord? Geen idee. En dan hebben we Jurgensen nog. Freddy Overend die zegt, ja, is er nog een toekomst voor Jurgensen? Nou, Freddy, daar kunnen we kort over zijn. Er is niet heel veel toekomst meer voor Jurgensen bij Feyenoord. Heinz van Londen, ja, die kwam vorige week met een vraag. En nu weer, de Heinzje zegt tegen mij, is die 13-0 van Ajax, is dat niet slecht voor het imago van de eredivisie? Daar begint nu iedereen over. Ja, we maken ons belachelijk voor het buitenland en we staan voor joker. En er is een Mickey Mouse competitie en het stelt dan helemaal niks voor. Enzovoort. En ik ben het daar helemaal niet mee eens. Nee, wat is dat nou? Waarom zijn wij nou ineens een Mickey Mouse competitie? Dus, als Bayern München met 8-2, hè, wint van Barcelona. Hallo, is het dan de Champions League opeens een Mickey Mouse competitie? Daar heb ik toen nog niemand over gehoord. Werd gewoon 8-2, werden opgerold en weggespeeld. Ja, dat gebeurt soms in voetbal. Ja, dat is juist zo leuk. Dat je ineens, Manchester City, nog niet, geloof ik, een jaar geleden, wint met 7-0 van Schalke 04. Heb ik ook niemand gehoord van, nou, dat is wel heel slecht voor het imago van de Champions League. Nee hoor, soms gebeurt dat gewoon. Dan is het gewoon een moment zoals nu, bij VVV tegen Ajax. En VVV, die hadden het totaal niet. Die hadden gewoon een super slechte dag. En Ajax, die waren gewoon lekker aan het tikken. En het liep als een tierenlier. En die kregen de lol in om het VVV even op te rollen. Nou, en dat gebeurt dan ineens. En dan wordt het 13-0. Nou, dat is alleen maar leuk en goed voor het voetbal. Waarom niet? En dan moeten we daar niet negatief overdoen. En Albert van der Parre, die maakt het dan nog erger, want die zegt dan van ja, die wedstrijd van Ajax, dat is verkocht. Nee, maar zo lust ik er nog een paar. Maar dat werd toen toch ook niet gezegd, 10 jaar geleden, toen Feyenoord met 10-0 verloor van PSV. Heb ik toen iemand gehoord, werd er toen gezegd van, oh, maar dat zijn de Bel-Chinezen, dat is matchfixing, of weet ik veel. Heb ik toen allemaal niet gehoord. Werd gewoon 10-0 PSV Feyenoord. Ik kan nog herinneren, 10-0. En toen heb ik niemand erover gehoord. Ook niet over slecht imago voor de Eredivisie, of die wedstrijd is verkocht. Helemaal niks. Dus dat is in dit geval, vind ik dat ook volkomen onzin. Erik de Mos, die vraagt aan mij, ja Harry, wat vind jij ervan met al die coronagevallen in die elftallen? Is dat dan geen competitievervalsing? Ja, dat is wel een puntje wat je daar hebt. Ja, want ik heb het daar ook een beetje lastig mee. Want dan heb je de PSV, die hebben de last van die corona en AZ. Wat dacht je van NAC, die had op een gegeven moment 5-6 spelers uit het eerste elftal. Die konden ze gewoon niet opstellen. En die moesten wel 2 hele zware wedstrijden spelen. Want die moesten wel tegen Cambuur en tegen Almere. En die verliezen dan allebei die wedstrijden. Is dat dan competitievervalsing? Ik vind dat moeilijk. Ja, ik heb dan toch liever dat die KNVB zegt van nou, even wachten, even rustig aan. Maar dat mag dan kennelijk niet. Of er zijn regels voor, of bij UEFA, weet ik veel. Als je maar 13 man hebt, dan moet je spelen. Ja, zo zit het dan in elkaar. Maar ja, competitievervalsing. Ja, soms ruikt het er wel naar. John Holleboom, John zegt, hey Harry, wat denk je van de Nederlandse clubs in Europa komende dagen? Ja, kijk ik wel naar uit. Altijd leuk. Want Atalanta tegen Ajax, ja, dat kan ik helemaal niet voorspellen gewoon. Geen idee. Hoe komt de Ajax eruit na die 13-0? En de Atalanta, ja, die zijn natuurlijk heel erg goed. Dat wordt echt geen makkie. Ik hoop op een gelijkspel daar voor Ajax. Laten we dat nou hopen. Gelijkspelletje bij Atalanta Bergamo zou een prachtig resultaat zijn.
Nou, dan hebben we Feyenoord. Die spelen thuis tegen een Oostenrijkse club. Daar heb ik echt nog nooit van gehoord. Wolfsberger AC. Waar komen die vandaan? Ik heb er nog nooit van gehoord. Dus ik kan daar ook helemaal geen uitslag bij noemen. Helemaal niks gewoon. Laten we hopen dat Feyenoord wel beter gaat spelen dan de afgelopen tijd. Laten we dat in ieder geval hopen. Nou, dan heb je AZ tegen Rijeka. Nou, dat zegt me niks. Rijeka, daar weet ik ook helemaal niks van. Ja, dat is interessant. Dat zijn allemaal clubs. Ja, dat is buiten ons gezichtsveld. Rijeka, ja, dat zal best een goede club zijn. Daar uit Kroatië. Maar, ja, hey, ik denk dan bij mezelf, dat moet AZ kunnen winnen. Overwinning voor AZ. En dan hebben we PSV, die moeten naar Cyprus, naar Omnia, Nicosia. Nou ja, dat is ook geen makkie. Dat is echt geen makkie. Nee, want die Nicosia, die hebben meestal wel aardige spelers. Die kopen ze overal vandaan. En dat is meestal een soort vreemdelingenlegioen. En dan weet je helemaal niet hoe dat gaat verlopen. Dus dat wordt geen makkie. Gelijkspel, zeg ik, voor PSV. Zou wel een goed resultaat zijn. Edward Nettekoven. Edward die vraagt aan mij, en dat is dan de laatste jongens voor vandaag. Ja, die vraagt aan mij, is er nog een nieuwe serie op Netflix? Nou, ik ga jou iets zeggen, Edward. Je moet niet zijn dit keer op Netflix, wat mij betreft. Je moet gaan naar NPO Plus. En dan kan je alle afleveringen zien van de serie, de Nederlandse serie. Die is gewoon super, super goed. En die heet Klem. Dat is, kijk, soms horen jullie mij en dan zeg ik, de tv is helemaal niks en het is waardeloos en het is niet om aan te zien en dit en dat is dus zo. Maar deze serie is werkelijk heel erg goed. Het is on-Nederlands goed. Sowieso het acteren van Jacob Derwig. En dan heb je die Atsma, die speelt als een tierenlier. Je hebt Verbaan, die speelt als een tierenlier. Dan hebben ze een script. Nou, dat is een zonnetje. Dat is echt om in te lijsten. Dus als er nou een tv-prijs wordt weggegeven, een of andere ring of zo, dan hadden ze dat aan dat Klem moeten geven. Dat hadden ze moeten doen. Dus ga naar NPO Plus en kijk alle seizoenen en afleveringen van Klem. En dan heb je een dolle tv-avond. Jongens, dat was hem voor deze week. Volgende week gaan we weer. Ja, met Harry 7. En dan hebben we het weer over voetbal en van alles en nog wat. Tot dan! Dag!